Tegen Topos, waarin Schrooien belangrijk was met twee doelpunten. Ja, het is een rare situatie, we moeten het ermee doen. Maar de belangen zijn er niet minder om, dus we hopen op een leuke wedstrijd. De hoogste positie vorig seizoen van MVV was na speelronde 4, plek 12. Nou, wie had er... Dan is het buitenspel voor Van Poort. Zelfde elf als tegen NEC. Valpoort, wederom sneller dan zijn tegenstander. Maar dit gebeurt ook niet voor het eerst. Dan lijkt hij er voorbij te zijn en zit Warmbeton nog met een voetje tussen. Onmiddellijk Jong Utrecht in de tegenaanval. Hilterman, maar daar is Havenkot op tijd. Spel. Nu gaat de vlag niet omhoog. Binnenkort aan. Dit is een penalty, lijkt mij. Wat vindt Martens? Martens vindt het niks. Komt net even te laat aan. Daan is de man die hier goed doorzet. Ja, en ik weet niet. Een Beukema. Ja, die maakt daar toch de overtreding. Maar dat is geen VAR. Er is ook geen publiek dat joelt. Er is alleen Martens die zegt... Het is al een tijd bij MVV Fiorentina. Dat is 2014. Waan. Goeie bal. En dan. Duin vergeet daar de bal te raken. En Waan. Gedurfd. Indribbelen. Aanvaller. Loopt zich daar warm. Waar? Het is een geweldige vrije trap. Gewoon de kippen te maken. Sterk, weet de MVV de bal te pakken. Van Hakker, dus als centraal. Warm. Geen makkelijke bal voor Kostons. Hij heeft het nu ook in de score uitgedrukt. Komt net niet in balbezit om gevaarlijk te kunnen worden.
periode. Deze derde periode vrij rustig is begonnen. Goed aangenomen. Ik wil het niet vertellen van mijn dochter, die groot fan is van de astronaut. En ongetwijfeld daarmee ook over was, maar nog veel meer van zijn op. Santos die de bal heeft en kwijtraakt. Ja, aardig op controle krijgt. Seuntjes maakt het daar waanlastig. Maris. Zamouri, voordeelregel toegepast. Zamouri doet het zelf. Naar Schrooi. Zamouri. Salasiwa. Nouts. Salasiwa. Eén keer maar. Eersteling. Dat kwam een balletje op de hand bij Martina. Maar. Sterk, maar niet sterk genoeg. Reactie van waar? Niet of nauwelijks in de problemen, maar zelf niet meer aan voetballen toegekomen. Terwijl dat steeds meer mogelijk is, omdat MVV steeds meer risico's neemt. En ik hoop verdedigd te zijn ruimtes voor buitenspelers. Van Hoeven en Rosma. Van Hoeven verspeelt de bal hier heel zielig. En dan is dat momentje alweer voorbij voordat het eigenlijk echt tot stand is lokt. Mikkels. Waar? Dat was dan toch een paar minuten of zo. Nouts is helemaal verstopt daar aan de linkerkant. Is nu wel in de punt van de avond te vinden. De aanloopbaar zit hem daar, dus ook niet slecht. Maar hij heeft een sterke beuken maar bij zich. Wie mij? Zit mij. Ineens door op Swartz. Nou, bij de tweede paal stond Romerson al klaar. Sterk verdedigd door Maris. In samenwerking met deze baan. Eerste contact is goed van de nummer 8 van de MVV. Salasiwa. Jackie Donkor. Nou, de bal blijven kijken is hier voldoende. Waarom doet dat?
squad and you are known now. Check something in the size of my hometown. Like, hey, start up right here when I spread to the bag. Haters be acting, should cash for a play. Creating these songs, it don't matter the day that I put in the work and I triple my pay. You give me that raise, give me a car going 0 to 60. Less than a second, I'm moving so quickly. Told you the boy gonna turn up your city. Like, who's coming with me? I don't know. Got my baby, got my bros. Bring this high to people's lows. Feeling blessed, I'm reaching goals. Yeah, yeah. City night, city light, city living, oh yeah. All my life I will fight for this vision, oh yeah. Sometimes I don't know where to go from here. So I look up to the sky and I tell them I feel blessed. I feel fucking blessed. Started from a dream and I put it to the test. Yeah, I tell them I feel blessed. I'm still stressed. No ordinary life. Yeah, I put that choice to rest. Yeah, tell them I feel blessed. Druk gezet. De druk is hem te veel. Touré. Net niet Arnenouts. Geen Hens. Voor Waan. Die gewoon durft te sliden daar en dat perfect doet. Schooien. Waan. Richting Zambukita. Janga. Kaats was net niet voldoende. Tot ook aansluiting van Omarjiji. Ashefai. Ja, de ruimte getrokken. Dan wellicht kans op de schieten. Hij kiest voor Hilterman. Mag allemaal verder van Nachtegaal. Mamengi tegen de neus, zo vermoed ik. Schoonbrood. Zoek Ledesma. Die geen tijd krijgt simpelweg om die bal uit de lucht te plukken, stil te leggen en mee te nemen. Struikelt in zijn eigen actie. Dat bewonderenswaardig. Okita Willem krijgt hem ook. Waan. Slim heeft eigenlijk weinig keus, want Dordrecht laat de tegenstander sowieso al komen. Met dat 5-3-2 systeem. Nouds met de rol muziek in deze aanval van Dordrecht. Valpoort. Met Waan. Die lijkt het sprintduel te verliezen. Gooit er op het laatste moment de sliding uit. Voor een nieuwe corner. Touré net niet. Een afzwaaier. Die prompt voor de hoede van Sambo valt. Tielemans even aan de rechterkant.